Annelies, uit Sas van Gent in Zeeland. Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver. Zij nam dansles elke morgen, 's middags ook naar zangles toe. En 's avonds speelde zij bij het amateurtoneel. Annelies zal gauw naar Amsterdam gaan. Een nieuw en groot uitzonderlijk talent. Carré lag aan haar voeten, zo zou het eigenlijk moeten. Voor die lieve kleine meid uit Sas van Gent. Annelies, uit Sas van Gent in Zeeland. Talentenjacht, de prijs van het publiek. Haar hoofdrol bij de amateur toneelclub kreeg in de krant een prachtige kritiek. Met ze ieder jaar weer nummer 1. Een tweede Shirley MacLaine of Barbara Streisand. Annelies zal gauw naar Amsterdam gaan. Een nieuw en groot uitzonderlijk talent. Carré lag aan haar voeten, zo zou het eigenlijk moeten. Voor die lieve kleine meid uit Sas van Gent. Ze was 18 en toen zou het gaan gebeuren. Maar iedere auditie werd een flop. Ze liep jarenlang met haar talenten leuren. Maar nooit bereikte Annelies de top. Maar ze kan niet terug naar Sas van Gent in Zeeland. Als figurante achter in het geleed. Haar moeder zegt, in Sas van Gent in Zeeland, haar eigen show staat morgen in Madrid. En overmorgen Londen of Zuid-Amerika. Dat is niet waar, maar niemand reist haar achterna. Maar 's avonds op haar kamertje mogen, verlangt ze zo naar huis, naar Sas van Gent. Mama belt, ben je mal meid, zo gaat het immers altijd. Je komt er best, je hebt zoveel talent.